Ik ben Thies, ik ben 10 jaar, ik woon in Ooi en dit is mijn huis. En in de winter dan staat het water hoog en drijft de boot. Maar in de zomer gaat het water omlaag en ligt de boot droog. Dus je hebt er eigenlijk gewoon een stuk tuin bij gekregen? Ja, eigenlijk wel. Thies woont hier met zijn ouders en zusje. Het is een hartstikke oud schip uit 1892, dus meer dan 130 jaar oud. Vroeger werd het gebruikt om spullen mee te vervoeren en nu is het dus een huis. Zwem je hier normaal gesproken? Nee, dat water is daar veel te vies en stilstaand voor. Okay. Meestal kan hij hier dus niet lopen zonder natte voeten te krijgen. Alleen in de zomer af en toe. Dan komt de onderwaterwereld even boven water. Hier zo ligt een vissengraat. Die zie je hier heel veel. Hoe langer het hier droog ligt, hoe harder het wordt. Dus gisteren kon je hier nog, zakte je al wel best ver in. Alleen nu kun je alweer best hard stampen. Oh ja, en kijk. Hier zo ligt een schild van een krab. Dat komt ook omdat hij dood is gegaan door de lage waterstand. De lage waterstand in Nederland is op veel plekken een probleem dat vooral met de rivier de Rijn te maken heeft. De Rijn is een van de langste rivieren in Europa. Hij begint in Zwitserland in de Alpen, vooral door gesmolten sneeuw uit de bergen. Onderweg naar Nederland wordt hij groter en groter, ook omdat er allerlei kleine rivieren op uitkomen. Maar nu zit er dus een stuk minder water in. Dat komt omdat er minder sneeuw ligt in de Alpen en omdat er te weinig regen is gevallen in de landen waar de Rijn doorheen stroomt. En daar hebben we in Nederland nu last van. Het water in de Rijn staat flink lager, maar ook in de IJssel en de Waal die uit de Rijn ontstaan. Kijk, als ik dan de knikker zo rol, dan gaat hij vanzelf weer helemaal terug. Ja. Doordat het schip nu niet drijft, ligt het helemaal scheef. Hartstikke lastig, want als Thies bijvoorbeeld zijn favoriete lunch wil maken, dan moet hij goed oppassen. Oh ja, dan moet je hem dus daar neerleggen. Ja, anders als ik hem hier neerleg, dan gaat hij helemaal rollen. En als ik dan de pan wil pakken, dan pak ik hem zo. Alleen hoef ik de la niet dicht te doen, die gaat er uit zichzelf naar beneden. En als ik dan het ei hier giet, dan stroomt het naar beneden. Een beetje onhandig is het dus wel. De ranja die hier in het glas zit, die staat helemaal scheef. Dat zie je ook eraan. En toch zou die er niet voor willen verhuizen. Vind je het nou leuk om zo te wonen, Thies? Ja. Ja, het lijkt mij veel beter dan de stad. In de stad zit je zo veel meer hutje-mutje op elkaar en kan je niet je eigen ding doen. En hier heb je gewoon de ruimte en hoef je met minder mensen rekening te houden.